Het ministerie van Binnenlandse Zaken begint eind deze maand met het uitbetalen van het verkiezingspersoneel. Deze groep heeft gisterochtend nog een petitie ingediend bij vicepresident Ronnie Brunswijk. Minister Brontosse Mohardjo haalde voor aanvang van de raadsvergadering aan dat samen met de minister van Financiën en Planning is besloten over te gaan tot de uitbetaling. Daar ben ik heel erg blij om. Want de mensen hebben gewerkt, zijn in dienst genomen, zijn toen niet uitbetaald. En deze minister van Financiën heeft alles op alles gezet met instructies van de president om de mensen uit te betalen. Daar ben ik super, super, super blij om. De bewindsman verduidelijkte verder dat de personeelstop van de regering niet wil zeggen dat er helemaal niemand in overheidsdienst genomen mag worden. Dat mag volgens Somahardjo wel, met name om het eigen team te versterken. Dat hebben we ook gedaan. U heeft gemerkt, de afgelopen dagen hebben de korneuten van de vorige minister hebben bij verschillende media's aangegeven dat ik koffers vol met mensen heb aangenomen. Ik heb dat gelukkig kunnen weerleggen in het parlement. Mooier nog, ik heb aangegeven dat ik persoonlijk maar 10 mensen heb aangenomen. En nog mooier, ik heb ze allemaal bij naam genoemd. Dus ik ben blij dat ik die leugens van de korneuten van de vorige minister heb kunnen weerleggen. Nogmaals, er is inderdaad een personeelstop. Maar we hebben toestemming van de president gehad om wel een aantal mensen te mogen aannemen om je eigen team te versterken, je vertrouwensmensen. En als jij vindt, deze persoon heeft kunde, dan mogen we dat doen. Maar het is geen zin zo dat we, net als de vorige regering, 17.000 zoveel mensen in dienst hebben genomen. En van die 17.000 zijn vanaf januari 5.000 zoveel mensen in dienst genomen. En van die zoveel 17.000 zijn heel veel niet op de juiste manier in dienst genomen. Minister Brontosse Mohardjo van Binnenlandse Zaken gisteren op de stoep van het kabinet van de vicepresident. Hij vindt dat de vorige regering er alles aan doet om de huidige het regeren onmogelijk te maken.